En dan nu in regio Flins het korte nieuws van deze week. Burgemeester Beenhakker van Tiel wordt opnieuw voorgedragen. Zijn eerste periode van 6 jaar zit er bijna op. Eerder was Beenhakker burgemeester in Asten en wethouder in Voorburg. Jan Wolberg wordt voor de resterende periode tot aan de verkiezingen in maart 2018 de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in Neder-Betuwe. Na de verkiezingen stopt Wolberg met zijn raadswerk in de gemeente. Onder begeleiding van een externe gespecialiseerde partij hebben vertegenwoordigers van de Plantage, Bibliotheek Rivierenland, Agnietenhof en de gemeente naamvoorstellingen gedaan voor het nieuwe cultuurgebouw Westluiderse Poort. Er is gekozen voor de naam Zinder. Eerder werd al bekend dat op het complex een plein vernoemd zal worden naar muzikus John van Buren. Het definitieve ontwerp voor de vaste trappen op de Groene Wal bij de Waalkade is gereed. Tussen de Waterpoort en de Veerweg komen 3 trappen met verwijderbare elementen. Appelpop 2017 krijgt steeds meer vorm. Afgelopen week zijn onder andere Broederliefde, Nielson en Rondé aan het programma toegevoegd. Tot zover de regioflits van deze week. Wilt u meer actueel nieuws volgen uit de regio? Volg ons via Twitter, Facebook of bekijk ons YouTube-kanaal. Mijn naam is Gijs Peters. Tot de volgende regioflits.